Dat hebben we al gehad. Hoe is jouw naam? Kitana. Oh, en hoe oud ben je? 11 jaar. Oh, zeg. Ik vond dat het hele plaatje klopte. Ik was eerst aan het denken van, oké, dat is een heel jong stemmetje. En toen ik je Engels hoorde, dacht ik, dat kan je dat zo'n jonge stem zo goed Engels kan. Ja. Waarom heb je dit nummer gekozen? Dat is zo'n beetje deugnieten. Dat is een bol van de deugenieterij. Ah, je zei ook een beetje een deugeniet dan. Ja. Zeg dat terug, want dat past perfect in mijn team. Ja, ik was dat al. Ja. Ik weet dat niet. Ja? Sean, wat vond jij? Ja, het stond bol van de deugenieterij. En ik zag iedereen, dat hielp ook, ik ga er niet liegen, iedereen rondom mij van het publiek zitten smelten. Jij kwam net op en dan zei ah. Dus, ik ben op dat vlak dan enorm beïnvloedbaar en ik wilde jou ook gewoon het nog zien zingen. Ik zat al aan het laatste refreintje. En de entertainmentwaarde die je nu al bezit als 11-jarige om heel dat publiek mee te krijgen, dat is ook van onschatbare waarde. Ja, en ik heb mij natuurlijk laten beïnvloeden door Natalia en de Sean. Maar ik was vooral gegrepen door uw schattigheidsfactor. En ik wou gewoon weten wat er aan het gebeuren was. Nee, ik vond u eigenlijk heel tof en voilà, mijn riederke was mee aan het dansen. Dus. Dus, Kitana. Nu zie je, als er 3 coaches draaien, dan weten we wat je moet doen. Hè? Nu moet jij kiezen. Hè? Niet altijd voor de eerste de beste gaan. Zo. Maar wel misschien voor de eerste die gedraaid heeft. Je moet niet altijd die viswijven hier luisteren. Oh. Kom maar bij de jongens. Ik kies toch voor Sean. Kom maar. Je vecht gewoon van de 2 divas hè, aan mijn kant. Gewoon rustig blijven.